ben Caro Verbeek. Ik werk en woon in Amsterdam. Ik ben opgeleid als kunsthistoricus, maar ook zelf getraind als geurhistoricus de afgelopen 20 jaar. We staan hier bij een gebied dat heet Oosterdok en we zijn hier ter plekke bij MediaMatic. MediaMatic is ontstaan in de jaren 80 en het houdt zich bezig met allerlei vormen van kunst, waaronder ook geur. En hier hebben we in 2015 Odorama gesticht en dat is een platform voor geurcultuur waarbij wetenschappers en kunstenaars en ontwerpers elkaar ontmoeten. Wat cultuurgeschiedenis voor mij betekent? Ik vind het heel erg boeiend om terug te kijken een paar honderd jaar in de tijd, hoe mensen de wereld waarnamen en dan met name geuren natuurlijk en hoe anders dat was. De rol van religie, de rol van medische wetenschap. Dat leert mij meer over hoe ik zelf waarneem en hoe dat niet biologisch bepaald is, niet fysiologisch, maar cultureel. Mijn proefschrift heet Ruiken aan de tijd, de olfactorische dimensie van het futurisme. En dat gaat in feite over hoe 150 jaar geleden kunstenaars steeds vaker geuren gingen gebruiken als expressiemiddel, maar zelfs ook als politiek medium. En anderzijds gaat mijn proefschrift over hoe kun je dat nou omzetten in iets maatschappelijk relevants. Oftewel, wat doet het nou als je die geuren en al die ideeën die kunstenaars hadden uitvoert in hedendaagse musea? Ik blijf me bezighouden met de zintuigen in de toekomst. Ik heb een vak opgericht dat heet Knowing by Sensing, waarbij je dus niet alleen leert over de rol van alle zintuigen in het verleden, maar ze ook leert inzetten bij je onderzoek. Je kan ook zelf gaan ruiken aan hele oude voorwerpen, oude parfumflessen. En als die verdwenen zijn, die geuren, dan kun je als laatste redmiddel gaschromatografie toepassen. Dan neem je een geursample en dan krijg je een chromatogram, gaschromatogram, waarbij je ziet welke moleculen ooit aanwezig waren. En dat kun je dan reconstrueren. Dat hebben we ook voor mijn proefschrift gedaan. Een onderdeel van mijn onderzoek is ook om te kijken naar wat er nou gebeurt als je allerlei historische geuren herintroduceert en in een museum laat ruiken bij schilderijen. Zoals bij dit schilderij van Pieneman, de Slag bij Waterloo. Wat er toen te ruiken moet zijn geweest, dat is natuurlijk de geur van leer, de geur van buskruid. Het was heel erg slecht weer. Maar een van de geuren die je niet kan zien, dat was het parfum van Napoleon. Die stond erom bekend dat hij dagelijks zich liet overgieten met liters van een geurstof die wij nu nog kennen als 4711. In de tijd van Napoleon heette dat nog anders, heette aqua mirabilis, dat was van farine. Napoleon was heel gevoelig voor geuren, zodanig zelfs dat toen hij op Sint Helena was en zijn favoriete geurstof op was, hij die geur liet reconstrueren door zijn assistent. En dat is deze geur. Het lijkt heel erg op eau de cologne 4711. Maar dan van de ingrediënten die op het eiland aanwezig waren. Zelfs zijn begrafenisplechtigheid vond plaats in de geur van eau de cologne.